De verhuispremie is verlengd tot eind volgend jaar. Hagenaars krijgen een bedrag van maximaal 2700 euro wanneer zij doorstromen van een grote naar een kleinere sociale huurwoning. Volgens de gemeente is de schaarste aan grote woningen nog te groot en daarom wordt de verhuispremie dus verlengd. In Den Haag is 1 op de 5 sociale huurwoningen groot genoeg voor een gezin, terwijl er nu nog vaak 1 of 2 personen wonen. De verhuisvergoeding is er voor huishoudens van maximaal 3 personen die verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning, een huurhuis in de vrije sector of een huis kopen in de regio Haaglanden. De organisatie van de CPC-loop heeft goede hoop dat het hardloopevenement in september door kan gaan. Het hardloopfestijn vindt normaal in maart plaats, maar is vanwege corona verplaatst naar 26 september. Dat is 6 dagen nadat de nieuwe versoepelingen zouden ingaan. De organisatie is blij, maar zegt ook in de gaten te houden hoe het virus zich de komende tijd gaat ontwikkelen.